Bij Kluivert was de kans dat hij daar potten zou breken 10%. 5. Niet? Ja, dit ventje vond zelf hij dat hij er aan toe was. Hij heeft wel veel, vind ik. Nou, hij heeft wat. Nou, ik vind veel wat over nou, ja, heeft. Die snelheid is al heel veel. Ja, toch? Ja. Inderdaad. Ja, handen, zie je aan die jongen, dat zie je aan die Mexicaan bij PSV. Zeker. En hij, weet je, en dat zag je met bij Nederland spelen. En hij had ook wel een goede trap vaak. En als je in de diepte wordt gewoon zitten, heb je best een goede voorzet. Maar in Italië komen die stoppers niet tot de middellijn. Die blijven rustig hangen. Hij heeft veel meer minder ruimte. Het enige gek was natuurlijk 3 maanden ervoor zei hij... ik wilde pas bij Ajax weggaan als ik helemaal klaar voor ben. En dan wil ik heel veel geld voor ze opleveren. En 3 maanden later is het verhaal... Ja, maar ik had meer de indruk dat ze een zaakwaarnemer... Mino Raiola. Die wilde cashen. En die wil niet langer wachten. Maar ja, weet je wat vervelend is, Wim? Kijk, hij heeft ook nog... Dat zei ik wel eens hier, dat we tegen Wilde... Als ze die Richarlison gekocht hadden... Zo. Mm-hmm. Dan hadden we ook nooit wat over Kluivert gehoord. Mm. Dan was hij gewoon af en toe 10 minuten ingevallen. Mm. Maar doordat er daar een opening kwam aan die kant... Weet je, omdat ze die jongen niet konden krijgen... en omdat dat Duitse ventje een beetje vervelend begon te doen... Junus, ja. Waar is die echt gebleven? Wie? Die Duitser? Die zit bij Napels. Maar speelt hij? Nee, die doet strandbedjes. Verkoopt ijs. Strand? Ja. Verkoopt ook ijs. Ja. Hij loopt ook met van die verse sudorantjes over het strand. Ja. Hey, maar waar is zo'n gozer dan op een gegeven moment? Die hoor je nooit meer wat van. Nee, was een Duits international. Ja, daar hoor je nooit meer wat van zijn gozer. Hij is wel geblesseerd nu op dit moment. Maar hij doet dat werken wel bij, want je hebt wel gelijk. Hij haalt ook het geld op en zo, die bedjes. Oké. Moet toch iemand doen daar? Ach. Vond je dit filmpje leuk? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.